Goed, krijgers! Ik ben Armando, de Typaar Viking en super tof dat jullie kijkt naar een nieuwe video. En ja, zoals je kan zien, we zijn deze week niet in de Efteling, maar gewoon weer een keertje in Toverland. En ja, als we in Toverland zijn, zijn we daar natuurlijk niet zomaar. We zijn hier natuurlijk voor Expedition Zorg, de logbloem van het park. Ja, hij is eindelijk weer open met een compleet nieuw thema. Dus ja, dan moeten we natuurlijk gewoon meteen even gaan checken. In de vorige Toverland video zagen we natuurlijk al dat ze er nog mee bezig waren. Maar hij is gewoon eindelijk weer open. We kunnen er weer in. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe het er nu uitziet. Nou, en natuurlijk maken we ook nog gewoon een rondje door het park heen. Kijken wat voor nieuwigheden we allemaal kunnen vinden. En ja, we beginnen daarmee natuurlijk in het entreegebied Port Laguna. Ja, en het eerste wat opvalt als je Port Laguna binnenkomt is natuurlijk dat de duikshow weer terug is. Ja, ze hebben het grote podium in de vorm van het schip weer teruggezet. Ja, het ziet er gewoon nog precies hetzelfde uit als de afgelopen jaren. Ja, ik heb de show net nog gezien. Het is precies dezelfde show als in de afgelopen jaren. Dus daar is helaas niks nieuws over te melden. Maar goed, het is natuurlijk nog steeds een hartstikke leuke show. Om gewoon eventjes tussendoor te kijken. Hij wordt 3 keer per dag opgevoerd hier in Port Laguna. Dus ja, je hebt zat kans om te zien. Nou, en dan hebben we ook nog een kleine onderhoudsupdate hier in Port Laguna. Want ja, de slapende bezem achter de poort, ja, hij is nog steeds kapot. Vorige keer zagen we al dat hij gewoon niet meer bewoog, maar nog wel geluid maakte. Maar ja, nu doet hij zelfs dat niet meer. Ja, hij blijft gewoon doorstukken helaas. Maar goed, dat was al het nieuws uit Port Laguna. We gaan nu snel even door naar Avalon. Even lekker wakker worden in de Phoenix. Nou, en als we Avalon inlopen, valt eigenlijk meteen op dat er een nieuwe bakkerijkraam staat. Ja, hier verkopen ze churro's en wafels en oliebollen. Ja, hartstikke goed. Dat is wat extra horeca neerzetten. Alleen ja, qua teaming valt hier wel een beetje buiten hoor. Nou, verder valt nog op dat het zwaard in de steen weer gerepareerd is. De vorige keer dat we hier waren, was die natuurlijk nog kapot, maar ja, het ziet er nu weer gewoon netjes uit. Nou, en zelfs de hangbrug is weer gerepareerd. Ja, goed bezig Toverland. Maar goed, dat waren eventjes genoeg updates. We gaan snel instappen. Nou, en trouwens nieuw bij de Phoenix zijn deze lampen onder de trap bij de uitgang. Ja, dat is toch wel een heel stuk beter dat je nu ook gewoon kan zien waar je loopt. Nou, en verder valt hier in Avalon op dat de Flaming verder gesloten is. Ja, ze hebben echt een zwaar personeelstekort. Dus ja, ook geen idee of die binnenkort weer open gaat. Alleen, ja, het kiprestaurant ernaast is nu wel open. Ja, de vorige keer dat we hier waren, was die ook dicht. Maar ja, in ieder geval goed om te zien dat deze nu al open is. Nou, en als we hier toch zijn, stappen we ook maar meteen even in bij Merlin's Quest. Er staat nu toch geen rij. Ja, echt super tof personeel hier bij Merlin's Quest. Ik kreeg gewoon een hele boot voor mezelf, terwijl er ook nog gewoon mensen stonden te wachten. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat dit de invalide boot is. En ja, die mensen waren met best wel een grote groep, dus ja, die konden hier niet in. En ja, daarom kreeg ik dus even voorrang en kreeg ik deze hele boot lekker voor mezelf. Heerlijk zo.
Ja, dit blijft wel echt een heerlijke attractie hoor. Vooral met dat indoor gedeelte. Ja, dat blijft gewoon mooi. Ja, ik hoop echt dat Toverland heel snel een keer een volledige dark ride gaat bouwen. Want ja, ze laten hiermee wel zien dat ze het ook echt kunnen. En ja, het is natuurlijk ook wel zeker dat die dark ride er echt een keer gaat komen. Dus ja, ik kijk in ieder geval heel erg naar uit. Maar we zijn weer bij het station, dus we gaan uitstappen en gaan even naar Duivelwind. Nou, en dan nog een kleine update hier bij Duivelwind. Want hier is de muntautomaat kapot. Ja, dat blijft toch wel echt een dingetje hoor, met die muntautomaten. In de Efteling is het ook altijd wat. En ja, hier blijkbaar dus ook. En ja, als we hier toch zijn, zien we natuurlijk ook meteen dat Katara zelf het gewoon weer doet. Ja, de vorige keer dat we hier waren, was hij nog in onderhoud. Maar dat is nu gelukkig voorbij. En we kunnen nu gewoon weer kijken naar de show. Nou, en dan wordt het maar eens tijd om de hal in te gaan. Want ja, ik ben nu wel heel erg benieuwd naar Expedition Zork. Nou, en dan gaan we natuurlijk ook meteen naartoe. Ja, we gaan ook gewoon meteen instappen, zodat alle teaming nog een verrassing blijft. Ja, zodra we eruit komen, gaan we alle teaming natuurlijk nog uitgebreid bekijken. Dan gaan we eerst instappen in Expedition Zork. Nou ja, natuurlijk is deze ingang al helemaal nieuw en ziet er hartstikke netjes uit. We hebben hier al wat tekeningen in de wachtrij hangen. Ik moet er wel bij zeggen, het is nog niet helemaal af. Dus ja, dit is nog niet de volledige experience. Maar ja, hopelijk maken ze het allemaal snel af. Maar goed, tot nu toe ziet het er al heel erg netjes uit, voor zover we kunnen zien. Deze hele wachtrij is natuurlijk helemaal nieuw. Ja, echt super mooi gedecoreerd zo. Al die tenten hier. Een beetje opgezet als een soort van expeditiekamp. We gaan zelfs nog een stukje door een tent. Nou, hier moet waarschijnlijk nog een filmpje komen voor de voorshow. En dan zijn we aan het eind van de wachtrij. Nou, en daar zitten we dan. Het station is in ieder geval helemaal niks aan veranderd. Het is op zich wel jammer, want ja, dit blijft toch wel echt een beetje een koud station. Ja, daar gaan we dan. Kijken wat er allemaal nieuw is. Ja, dit trappetje is in ieder geval nieuw met die bloemen daarboven. Dat ziet er op zich wel grappig uit. Ja, voor de rest staan hier nog steeds die lelijke kerstbomen. Wel een nieuw tentje neergezet met wat props erbij. Dus ja, dat is wel iets van een verbetering. Maar verder, ja, eigenlijk nog vrij weinig nieuw. Het ziet er wel allemaal iets netter uit, maar... Ja, en dan komen we aan bij de eerste drop. Het is natuurlijk achteruit. Nou, en hier zien we meteen een nieuwe waterval. Ziet er ook best wel cool uit. Wel een beetje plat, maar... Nou, verder is die allemaal nog wel redelijk hetzelfde.
Gaan we naar de tweede optakeling. Nou, hier zie je opeens wat nieuwe props. Ja, het ziet er een beetje random uit. De geit hier is wel weg. Dat al op. We zagen natuurlijk al eerder in de baan de andere geit staan. Maar ja, de oude geit is er verloren. Nou, dat is ook allemaal nog precies hetzelfde. Ik kom bij de grote drop en ja, hier ben ik toch wel het meest benieuwd naar hoe ziet het buitengebied eruit. Yep. Ah. Nou, het is in ieder geval nog behoorlijk nat. Ook nog nieuwe fonteintjes boven de baan. Ja, dat is best wel leuk. Ja, voor ik tot nu toe kan zien, ziet het er allemaal best wel heel erg netjes uit. We gaan terug naar het station. Dan gaan we even uitgebreid hier buiten kijken. Nou, dit is wel een beetje apart, want de uitgang loopt echt direct langs de baan. Ja, als je zou willen, kan je zo met je hand erin. Moet je dat natuurlijk niet doen. Hartstikke gevaarlijk. Nou, en dan gaan we eerst nog maar eventjes hier binnen even goed kijken naar alle details. Hier zien we natuurlijk dat trappetje. Ja, en daarboven staan allemaal bloemen en fruit. Ja, het lijkt wel een beetje een soort van offer voor Zork. Want ja, die is natuurlijk nog heel groot aanwezig bij de attractie. Ja, en dan hebben we even goed zicht op het stuk. Met de kerstbomen. Ja, er is niet heel erg veel aan veranderd. Maar ja, het is nu wel meer een soort van kamp. En ja, dat ziet er toch wel echt een stuk netter uit dan dat het was. Oh, en we zouden hem bijna vergeten. Maar er staat natuurlijk ook nog de nieuwe geit. Of ja, misschien is het wel de oude geit. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, in ieder geval een geit op een nieuwe plek in de attractie. Nou, en dan moeten we natuurlijk ook nog even kijken. Na de nieuwe waterval. Ja, ik vind het heel erg leuk wat ze die hebben toegevoegd. Het ziet er niet heel erg mooi uit, maar ja, het is wel een heel leuk effect in de attractie. Nou, als we onderweg naar buiten zijn, zien we trouwens ook nog dat de theekopjes nog steeds in onderhoud zijn. Ja, ze zijn nog steeds niet terug. De hele attractie ligt er nog steeds uit. Dus ja, ik ben wel benieuwd wanneer die een keertje terugkomen. Maar goed, we kwamen natuurlijk niet voor de theekopjes. We zijn hier voor Expedition Zork. Dus ja, we gaan snel naar buiten. En we gaan het buitengebied verkennen. Want ja, we hebben natuurlijk nog best wel wat maatjes hier naar uit zitten kijken. Dus ik ben nu wel echt heel erg benieuwd. Ja, we konden het net natuurlijk al een klein beetje zien vanuit de attractie. Maar ja, dan ga je er gewoon veel te snel voorbij. Dus we gaan gewoon even lekker rustig. Uitgebreid kijken in het nieuwe gebied van Toverland. Zo, en de eerste indruk is wel echt heel erg positief hoor. Zeker als je bedenkt dat dit een paar maanden geleden ja, echt nog een hele kale bedoeling was. Met ja, toch eigenlijk wel een hele lelijke kale attractie erin. Ja, dan is dit toch wel echt een hele grote verbetering ten opzichte van wat het was.
Ja, zeker met al die nieuwe rotsen naast de baan en al die nieuwe hekken in het gebied en de nieuwe planting. Ja, het ziet er gewoon echt een heel stuk netter uit. Ja, vooral de nieuwe hekjes met dat Toverland logo erin vind ik er heel erg tof uitzien. Ja, het oogt gewoon allemaal een stuk professioneler op deze manier. Nou, en het gebied heeft niet alleen een upgrade gekregen, er is ook gewoon een nieuwe attractie te vinden. Of, nou ja, nieuwe attractie. Het zijn twee knikkerbanen. Ja, ik heb er net even bij staan kijken en dat stelt niet echt heel erg veel voor. Dus ja, je moet hier geen hoge verwachtingen van hebben. Maar ja, voor kleine kinderen is het natuurlijk hartstikke leuk. En ze hebben zelfs bij de ingang een automaat neergezet waar je de bal uit kan halen. Ja, op het moment is die nog niet in gebruik, maar binnen in de hallen kan je gewoon een bal halen. Dus ja, leuke toevoeging, maar ja, voor mij doet het niet zo heel erg veel. Ik ben meer onder indruk van het gebied zelf. En ja, is het zo mooi als op de Concertmarkt? Nee, dat is het niet. Maakt het de attractie beter? Nee, dat doet het eigenlijk ook niet. Maar ja, het ziet er wel echt heel erg mooi uit. Het is natuurlijk nog niet helemaal af. Er zijn op sommige punten zelfs gewoon nog kabels te zien. En ja, op een aantal punten kan je wel zien dat er nog dingen moeten gebeuren. Maar goed, met wat we tot nu toe kunnen zien is het wel duidelijk dat Toverland echt heel erg goed bezig is. En ja, ik heb nu echt het volste vertrouwen dat dit park de komende jaren alleen maar mooier gaat worden. Nou, en weet je wat helemaal mooi is? We kunnen weer gewoon normaal lopen richting Troy. Dus ja, dat wordt onze volgende stop. Zo, en daarmee zijn we het park eigenlijk alweer zo'n beetje rond. Ja, er waren verder niet echt veel nieuwe updates. Dus ja, we gaan nog eventjes kijken bij de Magische Vallei. Misschien is daar iets nieuws. En anders doen we gewoon nog een rondje op de boosterbike. En dan is de dag alweer zo'n beetje voorbij. Ja, dit blijft toch wel echt een mooi stukje Toverland hoor. Echt zo gaaf gedaan. En al die watervallen en al die rotsen en al die beplanting. Ja, wel een van de mooiste themagebieden die we hier in Nederland hebben. Nou, en hier in de Magische Vallei valt in ieder geval dat de dwervel die hier in de steen zit niet meer omhoog komt. Nou, en hier boven de Django River mist gewoon een dwervelbaby. Ja, er hoorden drie te zitten. Het zijn er nu maar twee. Ja, het ziet er nu wel een beetje raar uit, want je kan nu gewoon de speaker zien die erachter zit. Ja, ik hoop dat de vermiste baby snel weer gevonden wordt. Zo, er was uiteindelijk toch nog best wel veel aan de hand in de Magische Vallei. Maar het is ondertussen 7 uur. Het park is nog een uurtje open. Ja, dat klopt. Toverland is nu elke dag open tot 8 uur. Dus ja, je hebt nu zat tijd om van attracties te genieten. Ja, ik ga dat laatste uurtje natuurlijk lekker spenderen in Avalon. Kijken hoeveel rondjes we nog kunnen doen op de Phoenix. En dan zie ik jullie weer bij de uitgang.
en met nog 11 ritten op de finish komt ook deze Toverlanddag weer tot het einde. En ja, wat een toffe dag was dit weer. We hebben heel veel attracties kunnen doen, nog best wel wat updates kunnen zien. En het allerbelangrijkste, hetgene waar we voor kwamen, we zagen het nieuwe gebied bij Expedition Zorg. En ja, het ziet er wel echt heel erg goed uit hoor. Het is alleen nog even wachten tot het echt helemaal af is. En ja, natuurlijk komen we dan gewoon weer terug hier naar Toverland. En ja, hoe graag ik nu ook nog meer ritjes zou willen maken op de Phoenix. Er zit helaas niks anders op dan naar huis te gaan en ons voor te bereiden op ons volgende pretparkavontuur. Nou, en dat avontuur wil je natuurlijk niet missen. Dus abonneer je even op mijn kanaal, want dan ben je meteen op de hoogte wanneer die video online staat. Doe ook even een blauw duimpje omhoog, want dat helpt het kanaal ontzettend veel. Volg me op Instagram en op Twitter voor nog meer updates uit de pretparken. En laat in de comments even weten wat jij van het nieuwe thema vindt bij Expedition Zorg. Nou, en dan vanuit het prachtige Port Laguna, hier in Toverland zeg ik, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.